Voorzitter, collega's. Het is een grote eer om hier namens de tweede grootste partij, politieke partij van dit land te kunnen spreken. In dit pas verkozen parlement zijn we met maar liefst 96 nieuwkomers. En we moeten het doen met wat onze voorgangers ons hebben nagelaten. Ons startpunt is de nalatenschap van de vorige legislatuur. Johan van Overtveld, gewezen minister van Financiën, had het over de Zweedse erfenis. En wie deelt in een erfenis die hoopt goed nieuws te krijgen? Wie deelt in de Belgische erfenis, de erfenis van de Zweedse coalitie, die ziet vooral lijken uit de kast vallen. Want het gat in de begroting dat de voltallige regering Michel heeft nagelaten, is wraakroepend diep. De schuldenberg die de voltallige regering Michel heeft nagelaten, is schandalig hoog. En dat ondanks twee belangrijke meevallers, de fors dalende rentelasten en de gunstige conjunctuur. Herinner u uitspraken zoals show me the money? Het communautaire moest in de diepvries. Het op orde brengen van de staatsfinanciën was dé inzet van de vorige regering. En vandaag blijkt dat net die sanering het zwakke punt is van de afgelopen bestuursperiode. En de onheilsberichten over het begrotingstekort volgen elkaar op. 7, 8, 10, ondertussen 11 miljard euro deficit. Per krantenartikel dat de afgelopen weken is verschenen, kwam er schijnbaar een miljard bij. 11 miljard euro, een gigantisch bedrag, maar die 11 miljard is eigenlijk nog maar het begin. De vergrijzing zal deze legislatuur een paar versnellingen hoger schakelen. De uitgaven voor de pensioenen en gezondheidszorg blijven verder stijgen, maar dat tempo zal in de komende jaren nog versnellen. Tegen het einde van deze legislatuur komt er nog 5 miljard euro extra bij per jaar. En ook de overheidsinvesteringen in dit versleten land lopen al jaren achter op de rest van Europa. Als we in zaken overheidsinvesteringen het Europees gemiddelde willen halen, hebben we nog eens bijkomend 4 miljard euro extra nodig per jaar. Die 11 miljard euro is dus nog maar het begin. Komende jaren zullen dan nog vele tientallen miljarden euro extra bijkomen. En menig waarnemer ergert zich dan ook mateloos aan hoe licht de verantwoordelijken in dit parlement daarmee omgaan. Sinds 26 mei zien wij rondreizende politici die vooral bezig zijn met politieke spelletjes, gericht op het maximaal verzilveren van de eigen partijpolitieke belangen. Of politici die vooral bezig zijn met hun eigen politieke carrière en hoe ze in de Europese Unie, het Europees casino, aan de bak kunnen komen. De grote pak de poenshow. Verhofstadt, Le Terme en nu ook Michel, stuk voor stuk politieke kopstukken die er niet in slaagden om de begroting van dit land op orde te krijgen, maar blijkbaar niet de minste moeite hebben om hun persoonlijke begroting en financiële planning op orde te krijgen. Hoe moeten wij als nieuwkomers in dit parlement deze instelling ooit ernstig nemen als diegenen die hier de lakens uitdeelden vooral bezig zijn met zichzelf en de manier waarop ze het zinkend schip kunnen verlaten? De Verhofstadts, de Michels, de Petersen hebben intussen politiek asiel aangevraagd en gekregen in Europa. Après nous le déluge, na ons de zondvloed. En zonder nieuwe begroting, het hart van een regeerakkoord en het fundament van elk beleid, heeft deze restregering eigenlijk niets meer te vertellen aan dit parlement. Dit parlement, wij allen moeten onze volle rol spelen. Wij hebben de professionele verantwoordelijkheid om onze job te doen. De restregering vroeg vorige week het monitoringcomité een rapport op te stellen over de begrotingssituatie. Wel, zodra dat rapport beschikbaar is, eind juli wil het Vlaams Belang dat de commissie Financiën onmiddellijk bijeenkomt om de dramatische toestand van de begroting te evalueren. Dit parlement moet in de komende weken en maanden zijn wetgevende rol ten volle invullen. De vorige regering heeft schaamteloos de factuur doorgestuurd naar onze kinderen en kleinkinderen. Wel, collega's, dat mogen wij niet opnieuw laten gebeuren. En ik heb collega Leijzen goed beluisterd vorige week. In de mate van het mogelijke moeten we hier in dit parlement hervormingen op de rail zetten, pistes onderzoeken en voorstellen uitwerken, en dat over de partijgrenzen heen. Dat is niet alleen het recht van dit halfrond, het is ook onze verdomde plicht. En in de commissie Financiën en Begroting heb ik al een aantal voorstellen gedaan. Ten eerste, waar blijft de door Van Overtveld bestelde studie over de kostprijs van migratie? Verschillende landen, waaronder Noorwegen, hebben deze aanzienlijke kost voor de samenleving laten berekenen. Ook het Nederlandse planbureau maakte de berekening en de conclusie was keihard.
maar tegelijk glashelder en ik citeer: bij alle leeftijden van binnenkomst blijken immigranten een belastende factor te zijn voor de overheidsfinanciën. Einde citaat. Een recent rapport van de Noorse overheid kwam tot een gelijkaardige conclusie. Daarom is de rekening voor het Vlaams Belang vlug gemaakt. We willen dat ons belastinggeld niet langer wordt besteed aan asielzoekers, maar aan onze eigen mensen, onze eigen pensioenen, onze eigen gezondheidszorg, onze eigen werkenden en ondernemers, onze eigen ouderen en onze eigen veiligheid. En een tweede voorstel, u weet dat alle politieke partijen voor de verkiezingen programmapunten hebben laten doorrekenen door het Federaal Planbureau. Mijn partij liet een wachttijd, sociale zekerheid en sociale bijstand voor nieuwkomers berekenen. Volgens het Planbureau levert deze maatregel maar liefst 1,5 miljard euro per jaar op in de begroting. Meer nog, naarmate men de voorwaarden verstrengt, kan dat tot 5 miljard euro per jaar opleveren. Wij steken alvast de hand uit over de partijgrenzen heen om dit voorstel concreet uit te werken. Het is trouwens regeerbeleid in Oostenrijk en Denemarken. En ten derde stel ik samen met de minister vast dat de begroting verder ontspoort door de steeds grotere bijdrage aan de Europese Unie. Mijn partij becijferde het al. Niemand betaalt meer aan de Europese Unie dan de Vlaming. Vlamingen betalen jaarlijks 2,4 miljard euro aan Europa. Dat is bijna 600 euro per werkende Vlaming. Erger nog, na de Brexit zullen deze bedragen alleen nog maar verder toenemen. Een korting van enkele procenten op de bijdrage aan de Europese Unie kan al gauw enkele honderden miljoenen euro's per jaar besparen in onze begroting. Landen zoals Denemarken, Zweden, Nederland hebben forse kortingen onderhandeld voor hun burgers, maar niet in ons land. De Vlaamse partijen hebben nooit enige korting bedongen. We werden en we worden nog altijd in Europa vertegenwoordigd door bonzen met Toscaanse buitenverblijven die graag op kosten van de Vlaamse belastingbetalers sponsor spelen van de spelzieke Europese instellingen. Onze Belgische politici staan altijd op de eerste rij voor Europese topbenoemingen, maar blijkbaar op de laatste rij om de belangen van onze burgers te dienen. En tot daar drie heel concrete voorstellen voor onze begroting. Over onze ingediende amendementen op deze noodbegroting kan ik kort en duidelijk zijn. De burgers in dit land moeten steeds meer betalen. Facturen werden hoger, de energierekeningen gingen omhoog, accijnzen omhoog, rusthuisfacturen omhoog. Terwijl de hardwerkende burger in dit land steeds meer moet betalen, blijft het geld rijkelijk richting het Koningshuis vloeien. In plaats van de belastingbetaler steeds verder uit te melken, vragen wij dit parlement om de geldstroom naar het Koninklijk Paleis nu eindelijk eens volledig droog te leggen. En collega's, een meerderheid van dit parlement wil de Senaat afschaffen. De Senaat is een oude praatbarak die handenvol geld kost, een reliquie uit vorige eeuwen. Laat ons daar nu eindelijk eens werk van maken. En tot slot, collega's, sta mij toe om het nog te hebben over de vele miljoenen die vloeien naar de opvang van asielzoekers. En ik heb collega Lagaard goed beluisterd in de commissie toen hij het vorige week had over een collectieve verantwoordelijkheid. Het is inderdaad een collectieve verantwoordelijkheid van het laatste jaar van de toen nog voltallige regering Michel. Op de ministerraad van 28 september 2018 werd op voorstel van minister Jan Bon en staatssecretaris Franke maar liefst 2224 plaatsen geopend die eigenlijk dicht moesten gaan. En op 15 november 2018 maakte het kabinet Franken bekend dat nog eens 1500 bijkomende plaatsen werden gecreëerd. De asielcijfers bewijzen dat de ministernamen de afgelopen maanden zijn veranderd, maar het beleid is uiteindelijk hetzelfde gebleven. Dit land was, is en blijft een magneet voor gelukzoekers uit alle windstreken. Het politieke steekspel tussen de VLD en N-VA voor en na de verkiezingen zullen natuurlijk nooit 5 jaar dadeloosheid kunnen compenseren. De pot verwijt uiteindelijk de ketel dat hij zwart ziet. Al in de tweede helft van 2018 onder toenmalige staatssecretaris Franken daalde het aantal asielvragen in Europa, maar steeg het aantal aanvragen in België. En dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, collega's.
aangezien de noodzakelijke verstrakking van het Belgische asiel- en immigratiebeleid in tegenstelling tot verschillende andere Europese landen altijd dode letter is gebleven. Geen stoere tweets, sociale mediacampagnes of dure reclamebureaus die dat kunnen verbergen. Maatregelen die wel een impact zouden kunnen hebben, zoals een kordaat uitwijzingsbeleid, een verstrenging van de gezinshereniging en een getrapte toegang tot de sociale zekerheid, blijven tot op vandaag uit. Voorzitter, ik hoop dat wij hierover het debat in dit parlement kunnen voeren. U zult begrijpen dat mijn fractie tegen dit wetsontwerp zal stemmen. Ik dank u.